Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben een biostatisticus. Maar ik ben ook een muzikant. Ik maak mijn eigen muziek en ik speel die muziek ook meestal in de vorm van een DJ-set. Maar mijn hoofdberoep is wel nog altijd statisticus. En veel van mijn vrienden die weten wel dat ik een statisticus ben, maar eigenlijk weten die toch niet heel goed wat dat juist inhoudt. En vandaar dat ik vandaag ga proberen om uit te leggen wat een statisticus doet, maar ik ga dat doen via muziek. En ik heb daarvoor een liedje gemaakt. En ik ga dat nu eens al kort laten horen. Dit is iets heel kort, het is niet wereldschokkend. Maar ik ga u al zeggen dat het maar uit vier elementen bestaat. Drums. Een baslijn. Strijkers. En een marimba-melodie, die ik hier even verkort heb. Nu, dit zijn vier elementen. En al die elementen hebben een eigen patroon. En samen vormen die patronen een muziekstuk. En die patronen, dat woord, dat is belangrijk. Want als statisticus ben ik ook geïnteresseerd in patronen, maar in een totaal andere context. Als statisticus analyseer ik datasets. En wat is dat, een dataset analyseren? Wel, een dataset is een verzameling van gegevens. Bijvoorbeeld getallen. En wanneer ik die getallen voor mij zie, dan zie ik eigenlijk informatie. En er zitten patronen in die informatie. Net zoals er patronen in dit lied zaten. En ik wil die patronen begrijpen. Ik wil die onderscheiden van elkaar en doorgronden. Nu, dat klinkt misschien niet zo heel moeilijk, maar in de realiteit gaan er soms ook dingen in die gegevens zitten die lijken op patronen, maar toch geen echte patronen zijn. Toevalsgebonden ruis. En het is mijn taak als statisticus om enerzijds die patronen te vinden, maar die ook te onderscheiden van de patronen die lijken op patronen, maar eigenlijk ruis zijn. Ik doe vooral onderzoek op biodiversiteit. Biodiversiteit is een manier om uit te drukken hoe diverse samenstelling van levensvormen zijn. En een eenvoudige maat voor biodiversiteit is soortenrijkdom. Bijvoorbeeld het aantal diersoorten rondom ons. Vanavond zie ik allemaal mensen rond mij. Dat is één soort, Homo sapiens. Er zit er misschien ergens een spin in een hoekje. Tweede soort. Er vliegen hier misschien wat muggen rond van dezelfde soort. Derde soort. En iemand heeft misschien zelfs een hond meegebracht. Soortenrijkdom 4. En ik krijg van heel veel mensen, een netwerk van vrijwilligers, krijg ik informatie over soortenrijkdom over heel België. Mensen zoals u en ik. Hè. Bijvoorbeeld mijn mama, en die zit daar, die gaat op 1 maart 2018 wandelen in een bos en die ziet daar 15 diersoorten. 'S Avonds zit ze voor haar computer en ze stuurt mij door. Ik heb vandaag, op die dag, op die plaats, 15 diersoorten gezien. Mijn vader, die zit daar ook, die wil hetzelfde doen, maar die wacht tot de zomer en die zet zich gewoon fijn in de achtertuin en die ziet daar 10 diersoorten. Samen stuurt hij mij door. Ik was op die dag, op die plaats en ik zag 10 diersoorten. En zo krijg ik informatie van heel veel mensen en ik probeer die informatie te gebruiken om patronen te vinden. Zijn er bepaalde plaatsen in België met een verhoogde biodiversiteit? Neemt biodiversiteit af doorheen de tijd? Enzovoort. Nu, mijn voorbeeld hier met de muziek gaat ook gaan over biodiversiteit. En ik ga beginnen vanuit een heel eenvoudige situatie. Want wij statistici doen dat graag. We beginnen heel eenvoudig
en gaan dan opbouwen. Stel dat we in een wereld leven, een onrealistische, maar een heel eenvoudige wereld, waar we op exact 4 verschillende soorten plaatsen kunnen gaan zoeken naar biodiversiteit. En die plaatsen zijn onze achtertuin, het bos, akker en het stadscentrum. En stel nu voor dat iedereen die in zijn tuin gaat zoeken naar diersoorten, dat die daar allemaal 10 diersoorten zullen vinden. Dat is heel onrealistisch, maar het is nodig voor het voorbeeld. En iedereen die in een bos gaat zoeken naar diersoorten, zal daar exact 15 diersoorten vinden. Op een akker is dat 8 diersoorten, in het stadscentrum 3. Nu, als ik naar die getallen kijk, dan zie ik al direct een heel duidelijk patroon. Alle verschillen in die getallen, in biodiversiteit, ontstaan door de verschillende groepen. We zien verschillen tussen groepen, maar binnen groepen zien we geen verschillen. Iedereen vindt exact hetzelfde binnen elke groep. Nu, als ik dit in een geluid wil weergeven, zou ik een heel duidelijk, zuiver geluid willen maken per groep. Maar tussen de groepen moeten de geluiden verschillen. Bijvoorbeeld één noot, een basnoot. Voor tuin, één noot. Die klinkt zoals dit. In het bos, een andere noot. Op een akker, weer een andere noot. In het stadscentrum, nog een andere noot. Dat waren 4 verschillende basnoten. En als ik die alle 4 achter elkaar afspeel en ik herhaal die, dan krijg ik een baslijn. En dat ga ik nu eens even laten horen. En hij herhaalt zich nu. En we gaan wat drums bijvoegen. Die drums zitten daar gewoon in om het een beetje meer groovy te maken. Hè. Die hebben geen symbolische functie hier. Maar dit is een heel eenvoudig patroon. Heel eenvoudig. Nu, laten we eens naar een ander heel eenvoudig voorbeeld gaan. Ik doe heel veel onderzoek op het effect van tijd op biodiversiteit. Stel dat we in een wereld leven waar niet de plaats, maar het moment waarop we zoeken naar biodiversiteit belangrijk is. En we verdelen het jaar in de 4 seizoenen. We hebben de winter, de lente, de zomer en de herfst. En ook weer in dit heel eenvoudig voorbeeld gaat iedereen die in de winter gaat zoeken naar diersoorten, iedereen gaat er 6 soorten vinden. Dat is onrealistisch, maar laten we even zo denken. Iedereen die in de lente gaat zoeken, gaat meer vinden. Iedereen vindt 17 soorten. In de zomer wordt dat 20, in de herfst 11. Dit is een heel gelijkaardig voorbeeld aan daarnet. We zien alleen verschillen tussen groepen, niet binnen groepen. Weer zou je dit muzikaal kunnen weergeven door een heel zuiver geluid te creëren voor een groep, maar de geluiden moeten weer verschillen tussen de groepen. Bijvoorbeeld, en het is een ander geluid dan daarnet, het is een strijker en ook een ander patroon, natuurlijk omdat het een ander voorbeeld is. Dit zou het geluid kunnen zijn voor de winter. Een heel zuiver strijkersgeluid voor de winter. Een andere noot voor de lente. Zomer. En herfst. En als ik dit nu achter elkaar ga afspelen, dan krijg ik een vrij saai, maar toch een nummer. Zomer. En nu dat herfst. Oké, maar jullie zitten hier vanavond voor wiskunde, maar hier heb je geen wiskunde voor nodig om hier de patronen in te vinden. Maar we hadden gewerkt van een heel eenvoudig voorbeeld. Laten we het eens iets realistischer maken. Veronderstel dat niet iedereen 6 soorten gaat vinden in de winter.
maar dat de ene wat meer vindt en de andere wat minder. Het gemiddelde is wel nog 6, maar er zit wel variatie rond dat gemiddelde. Hetzelfde in de lente. Het gemiddelde is 17, maar er zit wel variatie rond. Ook zo in de zomer en ook zo in de herfst. En hier zien we dat er variatie is tussen de groepen, want de gemiddeldes verschillen nog altijd, maar ook binnen de groepen. Want niet iedereen vindt meer dezelfde aantallen. Hoe kan ik dit nu via muziek weergeven? Wel, ik zou in zo'n groep in plaats van één geluid te gebruiken, één noot, verschillende noten samen kunnen spelen. Als ik verschillende noten samenspeel, kan ik een akkoord vormen. Bijvoorbeeld, we hadden eerst voor de winter dit geluid. En nu ga ik dat veel voller laten klinken door er een akkoord van te maken. Het zijn verschillende noten die samen worden gespeeld. Hetzelfde voor de lente. Eerst was het dit. Laten we dit ervan maken. Dit bevat al veel meer informatie. Als ik dit nu weer laat afspelen, krijg ik het volgende. Voilà, dit is al een pak complexer en moeilijker om te doorgronden. Nu, een statistische analyse gaat die akkoorden voor mij vinden, bij wijze van spreken. Welke akkoorden zitten daar, welke noten zitten daarin en hoe verschillen die akkoorden van elkaar? Maar dat is nog altijd heel eenvoudig, want ik ga er hiervan uit dat er enkel een tijdspatroon is. En daarnet had ik het over dat plaatspatroon. Maar de variatie die ik in mijn gegevens zie, kan misschien komen door en een tijdspatroon en een plaatspatroon. Dus die baslijn en die strijkers die zouden samen muziek kunnen vormen. En dan zou ze kunnen klinken zoals dit. We horen die strijkers, maar we horen ook de baslijn die zijn rondje doet. Oké, en dit is al iets complexer. Een statistische analyse gaat, bij wijze van spreken, die verschillende patronen ontleden, doorgronden en mij vertellen hoe die patronen in elkaar zitten. Maar het doet nog veel meer. Soms zitten er zo'n complexe patronen in mijn gegevens dat ik ze niet begrijp, maar de statistiek vindt die wel. Bijvoorbeeld in muzikale vorm een heel complexe melodie, die marimba-melodie van daarnet, die bovenop die baslijn en die strijkers wordt gespeeld. Bijvoorbeeld zoals hier. Baslijn, strijkers en die melodie er bovenop. En een statistische analyse gaat allemaal voor mij ontleden. Welke melodieën zaten daar? Hoe complex zijn ze? Welke noten bestaan die verschillende akkoorden enzovoort. Nu, wat ik u hier heb laten horen, is de muzikale versie van een ideale dataset. Want alle variatie die we zien in onze gegevens wordt veroorzaakt door die patronen waar ik het over had, maar zo is het meestal niet. Mijn mama die gaat misschien 2 uur in het bos zoeken, terwijl mijn papa maar 1 uur gaat zoeken. En ze geven mij die informatie niet, dus ik heb daar geen weet van en ik kan er geen rekening mee houden. En de werkelijke patronen die in de natuur zitten, die kan ik dus niet echt zien. Die worden onduidelijk. Bijvoorbeeld zoals er op de muziek die ik maak, ruis kan zitten. Dat kan klinken zoals dit. Er zit nu wat ruis op die muziek, maar ik kan de muziek wel nog altijd horen. Dus als die datakwaliteit niet zo slecht is, kan ik wel die echte patronen nog vinden. Maar soms zit ik in een situatie dat die datakwaliteit zo slecht is dat ik alleen nog maar dit hoor. Pure ruis. En zelfs met een statistische analyse kan ik die patronen niet meer horen. Dus voor mij als statisticus is het van essentieel belang dat
die datakwaliteit goed is en dat ik weet hoe die data werden verzameld. Goed, laten we even terugkeren naar de basisvraag. Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek? Wel, ik heb vandaag proberen uit te leggen wat een statisticus doet. Een dataset is een zee aan gegevens met daarin patronen, zoals in een liedje patronen zitten. En een statisticus wil die patronen begrijpen, doorgronden, net zoals iemand naar zijn lievelingsnummer kan luisteren en daarin kan proberen om te begrijpen uit welke verschillende elementen dat nummer bestaat. Maar een statisticus doet meer dan dit. Een statisticus speelt ook een heel belangrijke rol bij het opstellen van regels wat betreft dataverzameling. Om zo die datakwaliteit te garanderen. Want als die datakwaliteit er niet is, dan krijg je een geluid wat klinkt zoals dit. Pure ruis. En daar kan zelfs een statisticus niks mee beginnen. Dank u wel.